Wat heb je aan een gevoelige voet als je er niet mee kunt voelen waar de bijen zich verstoppen? We hebben echt overal gezocht. Ik ben zo moe dat ik mijn benen niet meer voel. Ik voel mijn benen niet meer! Omdat dat mijn been is, voel je wel? Wacht even. Eindelijk! Ik begin iets te voelen. Oh, ik zie bijen! Wacht, hoe wisten jullie? Konden jullie het ook met je voetje voelen? Nee, ik kijk naar boven. Ja, dat verklaart een hoopje. Hoe dan ook. Nu moeten we er nog voor zorgen dat ze ons volgen en boem! Dan kunnen we de berg beklimmen. Ja! Ik weet het! Ze volgen ons als we de bijendans doen. Bijen dansen om met elkaar te communiceren. Bijvoorbeeld, als een bij een bloem ziet met heel veel nectar, geeft hij dat door te dansen. Komen ze achter ons aan? Nog niet! Laat maar! Oké! Ze kijken niet eens naar ons. Fijn! Oké, tijd voor een nieuw plan. Daar gaat het. Fase 1. We gaan ze afleiden. Fase 1, succesvol. Cool. Wat is fase 2? Dat is de infiltratie. Doelwit in zicht. Wat doen we met die grote jongens? Let maar eens goed op. Muis! Ze komen niet achter me aan, toch? Zo te zien toch wel, ja. Daar komen ze rennen! En zwamspruiten? Komen jullie mij eindelijk vragen wat ik aan jullie wilde geven? Ja. Uitstekend. Volg mij maar. Juist. Hierin zitten zeer kostbare bijenpheromonen. Pheromonen. Een stofje waarmee bijen met elkaar kunnen communiceren. Ja. Precies, ja. Zoals met gebaren? Nee. Meer als een parfum dat vol zit met informatie. Als het lekker ruikt, moet je erop af. En als het stinkt, moet je wegwezen. Ongeveer. Een klein beetje zal de bijen aantrekken. Maar wees voorzichtig. Alsjeblieft. Ik zie jullie wel in de bloemenwijn. Van te veel raken ze overprikkeld. Waarom luistert die zwamspruit nou nooit? Omdat het mismatch is. Klinkt logisch. Goed. Hoe weet ik nou of dat pheromo-spulletje ook echt werkt? En daar heb ik het antwoord op. Het werkt! Yippie! Sneller. Ik word een beetje duizelig. Spulletje is wel behoorlijk krachtig. En dat ben jij ook, zwamspruit. Dat ben jij ook.